goed. Goedemiddag, belangstellende kenners, professionals, hoofdredacteuren, bestuurders, directeuren. Alle geïnteresseerd in het afronden van deze discussie over de toekomst van AT5. Ik ben voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad en ben dus formeel uw gastheer. En ik schud u graag de hand na afloop. Met velen heb ik dat al gedaan. Ik zal een paar discussies leiden. Ik deel dat samen met Mildred Roethoff, die overigens een mooie begincarrière heeft gemaakt ooit bij AT5. En nu een fantastisch mediabureau leidt. De Kunstraad brengt volgende week een advies uit over de lokale media in Amsterdam. Waarbij de vraag is hoe je een onafhankelijke, hoogwaardige nieuwsvoorziening in deze stad kunt organiseren. Het Parool is daar al op vooruitgelopen. Het is mijn verantwoordelijkheid dat advies al af is. Dat wil zeggen, dat was de suggestie die ik mede gewekt heb. Dat is nog niet zo, want juist de opmerking die wij vandaag weer horen, verwerken wij in dat eindrapport. En daar ben ik samen met Guikje Roethoff hier op de eerste rij, onze algemeen secretaris, sta ik daar garant voor. Er is natuurlijk een complexe achtergrondsituatie. De omvorming van de provinciale omroepen naar een centraal aangestuurde regionale publieke omroep. Ik vraag me wel eens af, in Nederland zijn we niet uitgeorganiseerd. Maar goed, er komt een RPO die naast de NPO in Hilversum een coördinerende taak krijgt over de regionale omroep als een soort back-office, waardoor je kosten kan besparen en die regionale omroepen kan versterken. En daar zou ook een AT5 in hoge mate van kunnen profiteren. En dat is ook precies wat wij beogen te zeggen. In die nieuwe structuur wil de Kunstraad graag zien dat AT5 een zelfstandige partner wordt. Zoals je Radio Rijnmond hebt, TV Rijnmond, zeg maar Mediahuis Rijnmond en Mediahuis West. Met een eigen budget dat een veelvoud is van de huidige 2,8 miljoen die de zender nu jaarlijks ontvangt. Overigens is er wel een compliment van toepassing op het Mediahuis Noord-Holland. Omdat die in wezen voor een deel de aanvullende financiering voor AT5 voor hun rekening hebben genomen. En daar moet je ze gewoon voor bedanken en mee complimenteren. De ellende rond de financiering van AT5 is altijd geweest dat de lokale overheid dacht en zei in eerste instantie, oh, dat kan een commerciële zender worden. Gewoon dat kan zichzelf bedruipen. Daar zal Fons van Westerlo later nog wel wat over zeggen. Door reclameinkomsten. Dat is natuurlijk complete kwatsch. In die beginfase deden dus nog grote uitgevers mee, zoals de Perscombinatie. Die hebben op een gegeven moment voor 1 cent hebben ze hun aandelen verkocht, want ze hadden natuurlijk alleen maar schulden. Toen is er een weerwar van subsidiemomenten geweest van AT5 door de gemeente. En het grote probleem is, in tegenstelling tot het Rijk, dat de gemeente op verschillende momenten het moeilijk vindt om haar eigen criticaster te financieren. Daar komt het in het kort op neer. Maar waarom dat dan landelijk wel kon, dat is mij altijd een raadsel gebleven. Wellicht zullen we daar vandaag nog over hebben, maar niet te lang. De Kunstraad wil graag een lokale omroep met genoeg middelen om achtergrondprogramma's te maken over sociale, culturele, sociaal-culturele, economische ontwikkelingen in de stad. Een modern mediahuis waar Amsterdamse talenten hun eerste stappen zetten op televisiegebied. Ik heb Mildred al genoemd. We weten natuurlijk altijd dat Sascha de Boer groot is geworden bij AT5. Rick van den Westerlaak, dat Fons van Westerlo ervoor gezorgd heeft dat Theo van Gogh echt goed bekeken werd op de Amsterdamse televisie via AT5. En niet te vergeten Ton van Rooyen, ook veel bekeken in Amsterdam en laterhand overgestapt naar SBS. Nou, daar gaan we met allerlei verschillende mensen over praten. Dat ga ik niet toelichten, want u kent het programma een beetje. Ik draag nu met grootste genoegen en plezier, en ik hoop dat u dat ondersteunt met een groots applaus, de microfoon over aan Mildred Roethoff. Dank u wel. Ik hou het nu even kort, want er gaan zo heel veel gesprekken plaatsvinden. En dan is het altijd goed om te weten waar hebben we het eigenlijk over. Een stuk geschiedenis over AT5. Laten we even kijken naar een compilatiefilmpje. Het is 1992. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden over een autoluwe binnenstad.
Een vliegtuig van El Al stort neer in de Bijlmer. En Ajax wordt niet alleen landskampioen, maar wint ook op een slof en een oude schoen de UEFA Cup. Ja, niet alleen de voetbalwereld is veranderd. Ook de journalistiek is in de afgelopen 25 jaar een nieuwe fase ingegaan. Tegenwoordig is AT5 een innovatief journalistiek mediabedrijf. Maar in 1992 was men al trots om als traditioneel tv-station van start te gaan. Hey, is Erik al uitgenodigd? Heeft u iets te vieren omdat u trouwt, omdat u afscheid neemt als directeur of omdat u 80 wordt? Vergeet dan niet de zanger Erik Bekers uit te nodigen. Schrijf naar AT5. Postbus 3976 in Amsterdam. Dit is Jet van der Meij en ze heeft vanmiddag haar eerste live programma gehad. Het was natuurlijk heel eng, hè, Jet? Ja, dat was ontzettend eng. Wat ging er allemaal door je heen? De belangrijkste wat ik dacht was van ik moet zorgen dat ik heel rustig me lekker blijf voelen. En dat ik me niet door alle opwinding laat afleiden. Burgemeester 1 zegt... Van Noordholt heb ik geleerd, dat is heel belangrijk voor bestuurders en politici. Zeg wat je vindt en ga niet schippen. En zeg het ook. Dat gold dus ook voor Noordholt zelf. U vond dat toch eng dat hij af en toe dingen zei, waarvan u dacht, dat is niet handig. Dat is gewoon zo. Bent u bang voor de laatste 2 dagen een konijn uit de hoge hoed, bijvoorbeeld een kok die oproept aan het volk, deze gevaarlijke playfiguur, ik citeer Bolkestein, mag het niet worden. Of dat er ineens de Telegraaf komt met een of andere smeercampagne over uw seksleven. Zoiets. Bent u daar nog bang van? Nee, ik ben er niet bang van, want als het gebeurt, gebeurt het. Ja, hij moet zich aan de wet houden, maar deze mensen houden zich niet aan de wet. Moet een wethouder dan niet juist ingrijpen? Nou, dat heeft hij dus ook gedaan. En waarbij nog inderdaad nog maar weer de vraag is van, heeft hij nou precies de bevoegdheden daarvoor? Wat is voor u een heel hard punt? Ik denk over armoede. Meneer Van Rooyen. Het is überhaupt een beetje vreemd om 2 dagen voor de verkiezingen erover te gaan praten met wie we na de verkiezingen, het na de stembus... Het is niet vreemd, want ik vraag het. U moet mij even uitlaten praten. Het is niet vreemd, want ik vraag het en ik stel hier de vragen. Ik ga en u ik stel antwoorden geen vreemde als u mij vragen. Eerst even u gaat, laten... wil geen antwoord geven. U staat boven de partijen. Ik ga u een paar antwoorden geven. Nee, niet een paar. U gaat mij 1 antwoord geven. Maar ik vind dat u nu even niet er doorheen moet schreeuwen. De kiezer wil het weten. Meneer Van Rooij, u schreeuwt me raak. En als u mij aan het woord wil laten, zult u nu even uw mond moeten houden en mij de gelegenheid bieden om antwoorden. Ja, maar dan moeten we ook antwoorden. Ik wil antwoorden, ja. Ontvoeringszaken in Nederland zijn tot nu toe altijd opgelost. Dat betekent dat de daders altijd gepakt zijn. Het was een waarschuwing aan potentiële kidnappers. En hoge straffen horen daarbij. Wij willen mensen ontmoedigen om op deze manier, op een criminele manier, ook aan geld te komen. Zeg, lees het even, dan weet je opeens een heleboel. Ja? Ja. Ik het hele interview niet meer. Jawel, dan kan ik het nog navertellen, maar dan weet u iets. Dan kunt u ook naar aanleiding daarvan vragen stellen. Kent u de buren? Ja, dat is een ding. Ik leef er helemaal voor. Want ik heb een kunstknie gekregen. En dan heb ik bijvoorbeeld een lampie. En dan 3 keer, dan komen ze van de overkant hier naartoe. Vreedzaam taxiprotest loopt toch uit de hand. Goedenavond. Het protest van honderden taxichauffeurs in het centrum van de stad loopt uit de hand. Vanaf het Centraal Station liepen de chauffeurs aan het begin van de avond in een optocht naar de Warmoestraat. Daar probeerden ze het politiebureau binnen te dringen. De ME voerde charges uit. Er zijn 200 chauffeurs in de Warmoestraat. Ze staan hier massaal voor het politiebureau en de vraag is nu wat ze gaan doen. Hele mooie uitvoering is dit. Dames en heren, welkom in Café Schiele, welkom in de vooravond. Straks komt Gerda Haverton, ze is hier en ze ziet er... Ja. Nou, echt heel, ja. Maar eerst gaan we praten met Terts Brinkhoff. Ja, jij bent artistiek directeur van de Parade. Ja. Nou, de parade kennen we. Zomer kunnen we daar lekker heen. Nu komt er een, ik zat even voorhouden, ik heb het net van je gekregen, een winterparade.
Eine Winterparade. Eine Winterparade. Eine Winterparade. Jan Mulder is columnist om de dag op de voorpagina van de Volkskrant. En ook deze columns zijn gebundeld samen met Remco Kampert. Ik hou het maar even omhoog. Maar nog bekender is Jan Mulder waarschijnlijk als deskundige in het programma Barend en Van Dorp. En daarom zou ik graag willen beginnen met de vraag, Jan Mulder. Wat is jouw nieuws van de dag? Ja, ja, je zegt niet dat je de miet hebt zien, kunnen zien aankomen. En er is nieuws, Jan. Ja, nee, ik heb het totaal niet gevolgd. Ik kom uit België. En dat is nooit nieuws. Dat gebeurt niet. Nee, dat wil zeggen, ik was trots op België. Maar moet je wel een standpunt in zaken de oorlog. Echt. Ach, houd toch op. Vind je niet? Ach, nee, vind ik helemaal niet. Geweldig. Vind ik een heel slap standpunt. Nee, sterk standpunt. Heel slap een standpunt, sterk standpunt. Geen wankelmoedig standpunt, maar een standpunt. Peter Haven, mag ik u wat vragen? Gaat u zo dadelijk uw aftreden bekendmaken als ROA-bestuurder? U wil daar helemaal niets over, u wil geen enkele verantwoording afleggen voor het verleden. Verantwoording leg ik af aan de gemeenteraad, daar ben ik toe bereid. Maar daar hoeft u nu geen verantwoording meer af te leggen? Nee, dat is een vraag. Maar we moeten niet via Argentijn van Luister, nou, ik zie jullie morgenochtend. Dat heb ik weer in mijn weekse interview. Ik ga morgen met vakantie. Ik ga maar deze kwestie is voor u toch niet zo prettig, meneer Partij? Nee, helemaal niet. Oh joh, ik kan met alles leven. Ja, dan mag best wel een applaus voorkomen. In Vogelvlugger een hele mooie compilatie over de geschiedenis van AT5. En wie daar natuurlijk een enorm belangrijke rol in heeft gespeeld. Misschien wel de belangrijkste rol. Anders hadden we hier niet gestaan. Dat is meneer Fons van Westerlo. Hartelijk applaus. Als u zo kijkt naar deze compilatie, wat is dan het eerste wat u denkt? Wat een geweldig talent zit er bij AT5 en zat er bij AT5. Het is ongelooflijk. Als je het ziet wat er allemaal zit en wat er langskomt, hoe mooi het en leuk het gemaakt is. En ook moedig trouwens. He, ook achter de politici aan om vragen te stellen die gevraagd moeten worden. En dat weten we inmiddels allemaal natuurlijk. Heel veel gezichten die we voorbij hebben zien komen, die zien we allemaal terug in Hilversum. Maar eigenlijk zou ik willen stellen van zonder u was er geen AT5 geweest. Hoe was dat in het begin? Dan gaan we terug naar 1992. Fantastisch, want AT5 was er natuurlijk al toen ik kwam. Fijker Salvada was de eerste hoofdredacteur. Dat was een hele bijzondere man trouwens. Had een bed staan in een klein kamertje naast zijn eigen kamer. Maar het was geen gespreid bed waar u in terecht kwam? Nee, zeker niet. Want Fijker had bepaalde ideeën over hoe AT5 moest worden ingericht. En wat mij verteld werd, ik denk dat het waar was. Hij had verordeneerd dat als een verslaggever in de buurt van het gemeentehuis zou komen, dan werd hij ontslagen. En als een verslaggever zou gebruik maken van de Amsterdamse grachtengordel, werd hij ook ontslagen. Nou, toen is Adstra van Sander nog even ertussenin geweest, heel kort. En toen mocht ik het doen. Ik heb precies alles omgedraaid. Ik zei, 1. Wie niet in de buurt komt van het gemeentehuis, van het stadhuis, is ontslagen. Want kijk. Dat is de taak natuurlijk die we in eerste plaats hebben. Het nieuws, het belichten van het nieuws en het kritisch volgen van degene die over ons gaan, zal ik maar zeggen. En in de tweede plaats, wat een feest om in Amsterdam een zender te hebben met zoveel talent in de grachtengordel weliswaar. Alle namen kwamen, er kwamen een paar langs, maar Ischa Meijer, natuurlijk Theo van Gogh, was fantastisch. En wat leuk was in het begin, dat Theo van Gogh werkte niet bij AT5. Dus toen bekend werd dat ik de directeur, hoofdredacteur van AT5 werd, zei iedereen, god, dan kom je te werken bij die zender waar Theo van Gogh zit. Maar Theo zat bij Salto. Die zat helemaal niet bij AT5. En dat begon me knap te irriteren, dus ik belde Theo. Ik kende hem helemaal niet toen. Hè. En ik zei, nou, ik zou graag met je willen praten. Dus Theo kwam langs en ik zei, Theo, zou je willen overstappen naar AT5? Waarop Theo zei, waarom zou ik dat doen? Dus ik vertelde hem dat ik van die irritatie af wilde. Waarop Theo de onvergetelijke woorden sprak. Ik heb een veel betere reden waarom ik dit ga doen. Heb jij je secretaresse wel eens gezien? En dat was Wendy. En dat was een heel mooi meisje. En Theo dacht, die wil ik wel elke dag zien. En dat zijn natuurlijk fantastische anekdotes. Maar u kwam natuurlijk met een bepaald doel bij AT5. Want u had een hele mooie baan daarvoor. En u bent naar AT5 gegaan. Waarom was het voor u zo urgent en relevant? Nou, het was om waar te zeggen, ik had een hele mooie dure baan bij wat toen PTT Telecom heette, wat tegenwoordig KPN is. Bij Bent Verwaaien deed ik communicatie, internationale communicatie voor grote bedrijven, zette ik op. En ik was daar zeer ongelukkig. Het was wel heel uitdagend, zeg je nou altijd, maar ik was daar niet gelukkig. En toen belde mijn broer Ed, die hoofdredacteur van het NOS Journaal was. En die zei, god, er is een baan bij, vrij bij AT5, maar dat ga jij natuurlijk niet doen, want dat levert geen cent op. Nou, als ik de grote levensles ook aan jongeren overdraag,
zet je geluk altijd boven het geld. Moet je ook wel een vrouw hebben die dat accepteert, zeg ik altijd. Maar ik ging echt gewoon van een salaris, ik zal het maar niet noemen, maar het was echt verschrikkelijk veel, naar een halve stuiver. En het, dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik heb er nooit spijt van gehad. Omdat het A was het natuurlijk ook belangrijk werk bij AT5. Ik heb echt altijd gedacht, in een grootstedelijk gebied dient een krachtige televisiezender te zijn. En dat die televisiezender moet zich in de eerste plaats, maar echt in de eerste plaats, op nieuws en achtergrond richten. Al het andere komt er wel bij. Als er nog geld is, dan kun je ook nog wel wat, laat ik zeggen, leuke dingen doen voor de mensen. Maar bedenk wel dat als je een lokale zender, of een grootstedelijke zender, dus ook meer dan een lokale zender, AT5, bedenk wel dat je natuurlijk niet tegen Hilversum kan opboksen met allerlei type programma's waar miljoenen aan worden uitgegeven. Je zult steeds moeten denken, wat kan ik met de beperkte middelen die ik heb bereiken, met name op het gebied van informatie en achtergronden. Maar dat is u heel goed gelukt met beperkte middelen AT5 neerzetten. Kunt u een beetje schetsen van waar u tegenaan loopt en hoe u dat creatief oploste? Ja, dat was echt bijzonder, want het was natuurlijk A, toen ook al weinig geld. Dus nou ja, daar moesten we mee leven. Maar het voordeel was natuurlijk dat ik, wat ik net vertelde, dat ik de deur opende voor het talent in Amsterdam. Nou, Braakhekker kwam drie kookprogramma's doen voor 250 gulden. Theo van Gogh deed het ongeveer voor een halve cent. Ischa Meijer, een paar prachtige praatprogramma's. Nou, hij kreeg er natuurlijk wel wat geld voor, maar het was eigenlijk niks. En we konden ook met droge ogen konden ze dat ook vertellen, want zelf verdienen we ook niks. Namelijk, of althans, nagenoeg niks. Dus ik denk toch dat dat een van de doorbraken was. Het heeft wel op een kantje na is AT5 toen overleden. Het Parool, de perscombinatie, was een belangrijke aandeelhouder in die tijd. En ik zat er nog in 3 maanden of de commissaris namens de perscombinatie, Jan van Ginkel, die zei, nou Fons, ik heb slecht nieuws voor je, we gaan de plug uit de AT5 trekken. En dan zit u net... En ik had net een mooie baan op. Maar goed, ik schrok er natuurlijk wel van. Ik zei, nou, dan moet ik Kees Smaling spreken, de toen president van de perscombinatie. Nou, Jan had er een beetje moeite mee. Zei, nou, ga je langs me heen en zo. En toen kwam ik Sietse van de C tegen, die de hoofdredacteur van het Parool was in die tijd. En Sietse zei, woensdagmiddag komt Smaling altijd bij mij een whisky drinken en een kemmeltje roken. En dan kan je gewoon wat binnenwandelen. Nou, ik heb Ginkel gebeld en die zei, nou, dat is prima, dat vind ik wel, dat kan wel. Ik kwam daar binnen en ik heb echt, ik denk, een uur staan oreren tegen Smaling dat AT5 behouden moest worden. En dat het belangrijk was voor het grootstedelijk Amsterdamse gebied. Want wat waren uw argumenten toen en gelden die nu ook nog? Die gelden misschien nog wel meer nu dan toen, denk ik. Omdat uiteindelijk zie je toch, Amsterdam valt het met het Parool natuurlijk nog wel mee. Maar je ziet natuurlijk wel een enorme versraling van de lokale pers. Dus de functie van een lokaal grootstedelijk station is, ik denk, nog belangrijker dan toen. Ja, toen toch nog wel het nieuws van de dag had je, de Telegraaf had nog een Amsterdamse krant, Tijd had, De Nieuwe Dag, nou, die zijn allemaal verdwenen. Dus ik denk dat de functie nog steeds zo belangrijk is. En het is, wat ik zeg, het is natuurlijk altijd schipperen geblazen met het geld en ik begrijp dat het nog steeds zo is. Dus laten we hopen dat de Amsterdamse kunstraad een heel mooi advies gaat uitbrengen. Maar als u nu kijkt naar AT5, we leven in een hele andere tijd. De toekomst, hoe ziet u die voor AT5? Nou ja, de toekomst is natuurlijk snel aan het veranderen. AT5, want dat volg ik nog wel hier en daar, is natuurlijk wel behoorlijk aan het excelleren, ook op het gebied van de nieuwe media. Dat moet ook. Je ziet natuurlijk wel dat lineaire televisie langzaam maar zeker is. Met name natuurlijk bij jongeren, ook in Hilversum. Hè. Dat is echt onderhand vanuit Hilversums optiek schrikbarend wat er aan de hand is. Langzaam maar zeker toch zich aan het afwenden is van lineaire omroep. Dus ik denk dat de toekomst natuurlijk toch nog wel blijft liggen gedurende enige tijd gewoon bij wat je 's avonds aan nieuws krijgt via je televisie. Maar zeker ook via de moderne media, waar AT5 vind ik echt steeds beter in wordt. Ja, want AT5 en social media, dat is natuurlijk gewoon enorm sterk op internetgebied. Ja, dat is zeker zo en dat moet ook. He, want daarmee bereik je natuurlijk ook een... Maar dat kost ook geld, hè? Moet je niet net doen alsof dat allemaal gratis is. Daar heb je ook mensen voor nodig die het maken. Heb je ook mensen voor nodig die weten waar ze mee bezig zijn. En je hebt, denk ik, ook nog wel gedurende een behoorlijke periode lineaire televisie nodig om mensen er ook naartoe te jagen. Ook ouderen, laat ik zeggen, het inspireren om daar naartoe te gaan. Zoals jongeren natuurlijk vanzelf daar naartoe gaan. Nou, mooi verhaal. Ik kijk even naar de zaal. Is er iemand die misschien een vraag wil stellen aan meneer Van Westerlo? Nee, niemand? Nee, nou dan wil ik toch nog aan u een vraag stellen. De toekomst, waar moet AT5 zich echt op gaan focussen volgens u? Ik bedoel, u loopt al heel wat jaren mee natuurlijk. Eigenlijk dat na al die jaren nog precies hetzelfde doelstelling is. Nieuws en achtergronden, daar moet je op focussen.
Wat speelt zich af in de gemeenschap waar je uitzendt? Wees daar kritisch, maar niet alleen kritisch. Als er goede dingen gebeuren, onderschrijf ze en stimuleer ze. Dus ik denk dat, en in Amsterdam gebeurt zoveel, dus je hoeft niet erg na te denken elke dag over onderwerpen. Want het is meer nee zeggen dan ja zeggen in Amsterdam. Nee, de verhalen liggen op straat, om het maar zo te zeggen. In Amsterdam en de groot stedelijk Amsterdam zeker wel zeggen, ja, tuurlijk. En dan toch nog even één ding, want u bent ook altijd een man van het geld geweest. Nog advies of tips verder? Nou ja, er werd net ook even vermeld. Kijk, het is natuurlijk een misverstand dat een zender als AT5 van de commercie kan leven. Dat is echt onzin. Wat je wel zou kunnen bedenken, je bent echt afhankelijk van of subsidie of andere soorten bijdragen. Wat je wel zou kunnen bedenken, ik ben er één keer heel dichtbij geweest toen ik baas van SBS was, om samen met John de Mol SBS te kopen, tussen aanhalingstekens. En ik ben toen naar John gegaan en ik zei, we moeten één ding afspreken. Als we het doen en als SBS het wil, AT5 het wil, dan doen we het niet om geld te verdienen. We doen het als talentbank, ook om een stukje bij te dragen aan de informatievoorziening in een grote stad als Amsterdam. En daar voelde hij wel wat voor. Alleen helaas, het bestuur in de tijd wilde toch liever publiek omroep blijven. Maar ik zou er wel aan denken. Ik zou wel kijken of er misschien toch andere mogelijkheden zijn van financiering. Er komt zoveel talent uit AT5, nog steeds, elke dag weer. Dat is ook geld waard, denk ik. Dus ga eens praten met dat soort mensen, zou ik denken. Oké, nou. Heeft u nog een toevoeging? Want anders wil ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik zou zeggen, veel succes. Nou, dank u wel. Applaus voor meneer Van Westerloo. APPLAUS